De Rammelsbergmijn ligt bij de plaats Goslar in de deelstaat Neder-Saxe aan de noordrand van de Harz. Systematische ertswinning in de Rammelsberg begon al in het jaar 968. De mijn werd pas in 1988 gesloten, de minerale bronnen waren uitgeput. Tot dan toe was daar 27 miljoen ton lood, zink en kopererts gedolven. De mijn heeft daardoor bijgedragen aan de welvaart van Goslar. Tegenwoordig bestaat het complex uit een museum en een bezoekersmijn. Een van de interessante rondleidingen is een rit met het mijnspoor de berg in. Het treintje rijdt 500 meter de berg in en dan gaat het te voet verder in de vochtige tunnel. De gids demonstreert hier de verschillende ondergrondse werkzaamheden. Weer bovengronds is een bezoek aan de bewerkingsruimte, de pompkamer en het magazijn aan te bevelen. In het magazijn is op een lagere verdieping ook een tentoonstelling ingericht over de historie van de mijn en haar gemeenschap. Van de UNESCO kreeg Bergwerk Rammelsberg de status werelderfgoed.